Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat jullie kijken naar deze splinternieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben zelf wel eens live geweest op YouTube en dan ja, was ik gewoon live aan het streamen. Jullie weten allemaal vast wel wat live streamen natuurlijk is. Dat is gewoon live een spel spelen op het internet of praten. Je bent gewoon live. Maar er zijn ook bepaalde mensen die dus live gaan, dan zeggen doei doei en dan vergeten de stream daadwerkelijk te eindigen. En dan kunnen er wat ongemakkelijke dingen gebeuren. Vandaag gaan wij dus kijken naar 5 mensen die dus dachten dat een stream uit was, maar hun stream was helemaal niet uit. Oh mijn god. 1 van de 5 is wel heel erg schokkend, dus ja. Kijk deze video af. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als we dit vaker moeten doen. En plaats natuurlijk even in de reacties wat jij denkt dat mensen gaan doen wanneer ze denken dat hun stream uit is, maar hun stream helemaal niet uit is. En wat je dan ziet. Wat denken jullie? Wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Laat even weten in de reacties. Ik ga in ieder geval mijn koptelefoon opzetten en we gaan naar de allereerste streamer kijken. Die dacht dat haar stream uit was, maar haar stream was helemaal niet uit. Oké, we hebben hier dus een streamer en heel grappig. Oké, zijn stream was gewoon uit. Zijn computer stond nog aan, maar zijn stream was gewoon uit. Maar zoals je ziet hier een kat. En deze kat, die heeft per ongeluk de livestream aangezet. Geen idee hoe de fuck dat kan, maar die kat heeft dus de livestream gewoon aangezet. En die zit nu aan de microfoon te likken of zo. En hij, ja, je ziet het hier in de achtergrond. Deze gast is gewoon lekker aan het slapen, terwijl zijn kat letterlijk zijn livestream heeft gestart. Dus dit gaat gewoon lekker door voor 10 minuten lang. En op een gegeven moment belt een vriend hem dus dat zijn livestream nog aanstaat. Of dat zijn livestream aanstaat. Niet nog aanstaat, maar aanstaat. Door middel van zijn kat. What the fuck? Kijk, hier wordt hij gebeld. En daar wordt hij wakker van. Dus hij denkt, what the fuck natuurlijk. Waarom word ik gebeld nu? Dus hij checkt gelijk zijn laptop. En hij ziet natuurlijk van, yo gast, je stream staat nog aan. What the fuck? Oh mijn god, je ziet ook dat hij net wakker wordt. Hij eindigt gewoon gelijk zijn stream. Dit is toch geniaal? Oké, what the fuck? Er is dus een streamer die gewoon letterlijk weg is gevallen. Hij is gewoon in slaap gevallen of zo. Terwijl hij aan het streamen was. En je ziet ook al zijn... zijn kijkers zijn hem aan het doneren met allemaal donaties dat hij wakker moet worden, dit en dat. En deze gast zit gewoon lekker te slapen. Like, what the fuck? Hij zit gewoon te streamen en hij valt in slaap. Wake up, dad. Staat er ook. Kijk, iemand doneert hem met, word wakker, papa. What the fuck, ouwe. Gewoon in slaap vallen tijdens een stream. Dat is ook wel heel speciaal. Dan ben je dus niet eens vergeten om je stream uit te zetten, maar nog erger eigenlijk, je valt gewoon in slaap terwijl je aan het streamen bent. Hoe de fuck kan je dat overkomen eigenlijk? Het is net alsof ik nu een video zou maken en opeens... Ha! Super grappig, ik weet het. Oké, we hebben hier een livestreamer en zij heeft dus blijkbaar alcohol gedronken terwijl ze live was. Nou, ten eerste is het al niet slim om alcohol te drinken. Ten tweede is het al niet slim om alcohol te drinken terwijl je live bent. Ten derde, dit soort dingen kan alcohol met je doen. Dus laten we even gaan kijken. Kijk, ze ligt daar lekker. Ze is al helemaal weggedronken en hoppakee. Ja, ja jongens, alcohol hè. Ja. Ik weet niet of ze nog terugkomt, maar ik denk dat ze een hele diepe slaap is door al dat alcohol dat ze dus heeft gedronken. Ik weet niet hoeveel ze heeft gedronken. Misschien doet ze wel net alsof. Ik denk het niet, eerlijk gezegd, want waarom zou je jezelf net alsof zo verschut willen zetten op het internet? Oh mijn god, oh mijn god. Volgens mij kwam haar vriendje of zo en ze zegt het doet pijn. Want ja, ze was best wel hard gevallen. Oké, we hebben hier een League of Legends streamer. Het was zijn bedoeling dat de stream aanstond. Maar ik denk dat hij liever had gehad dat zijn stream uitstond. Want je moet goed opletten op de achtergrond bij deze streamer. Dus goed opletten op de camera hier, op de achtergrond. Voornamelijk rechtsachter. Ja, want er gaat elk moment iets gebeuren daar. Oké, hij is gewoon lekker zijn spelletje aan het streamen. Hij is gewoon League of Legends aan het spelen. Vrij normaal als livestreamer. En daar komt zijn moeder in haar bikini binnen. Oh god, wat ongemakkelijk is dat. Ja, 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 ja. Oei, 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 oei. Het is ook nog gewoon zijn moeder, hè. Gewoon zijn moeder, gast. Oké, jongens. Oké, ja, het is dus heel fan van haar. De volgende streamer is een jongen. Hij is gewoon een Pokémon game aan het doen. En kijk wat er opeens op de achtergrond gebeurt. Iemand pakt iets en what the fuck. Matthew, what are you doing? Matthew. Oké. Okay. What the heck are you doing? What was that for? Oké, waar was dat voor, zegt hij. Ja, waar was het voor? Ik heb ook geen idee. You're retarded. Everyone on the stream just saw you. What the fuck? Oké, what the fuck hebben we hier? Deze gast is in VR aan het poelen. Oké, dat is wel echt heel cool. Laten we even heel eerlijk zijn. Hij hoeft niet eens naar buiten te gaan. Hij kan gewoon via VR poelen. Maar ik denk dat hij ergens moeilijk tegenaan gaat slaan of zo. Oké, we gaan het zien. Wat? Oh, hij mist. Ja, hij mist weer. Ja.
Dit had je dus kunnen verwachten. En hij gaat keihard op zijn bek. Oh mijn god, geniaal. Oh, trainen Niffel. Hij is gewoon lekker aan het trainen tijdens de livestream. En hij was iets te enthousiast met trainen, want hij slaat letterlijk het dak eruit. Of ja, een lamp slaat hij kapot. Een lampie. Hup, Niffel. Daar gaat de lamp. Ja, ja. Ik kom uit Eindhoven en dat is natuurlijk de stad van de lampen. Dus dit doet me heel erg veel pijn, jongens. Als we een tegenovergestelde van applaus. Wat is dat? Ik heb geen idee, maar dat zou ik op dit moment doen, want dit krijgt geen applaus voor mij. Nee. Oké, wat gaat hier gebeuren? Hij heeft 9000 subs of zo. Of hij heeft bijna 9000 subs. Ik ben heel benieuwd. Oh, hij heeft dus een partypoppen vast. En ik begrijp hem nu volledig, maar hij heeft hem verkeerd onvast. Dus hij schiet volgens mij op zichzelf. Oké, dat deed dus heel veel pijn. Ik dacht van, ja, misschien doet het niet heel veel pijn. Maar blijkbaar doet het heel veel pijn. Want ja, het is het confetti. Maar ja, als confetti keihard tegen je benen gaat, kan het dus alsnog pijn doen. Zien we hier. Dat is wel echt een hele grote faal. Maar hey, hij heeft wel 9000 subs gehaald. Dus, applausje voor hem. In ieder geval hoop dat je genoten hebt van deze video. Dit is dus wat er allemaal kan gebeuren. Ja, weet je jongens, als het live is, dan kan je het niet meer weghalen. Live is live. Kijk, als ik nu per ongeluk hier mijn glas kapot laat vallen, dan kan ik het gewoon uit de video knippen. Maar als ik aan het livestreamen en ik laat mijn glas vallen, dan niet meer. Want live is live. En daarom kunnen er gekke dingen gebeuren als mensen live zijn. Er zijn nog veel meer gekke dingen die gebeurd zijn terwijl mensen live zijn. Dus als jij dat wil zien, moet je even een duimpje omhoog doen op deze video. Abonneren op mijn kanaal en dat belletje aanzetten. En dan zie ik jou morgen bij een splinternieuwe video om 7 uur. Mijn naam is Mick en ik zeg zoals altijd, Mick.